Laten we heel eerlijk zijn, als het sociaal acceptable was om sommige mensen dislikes te geven op straat, zou ik het echt zo doen. Ik doe wel nog eentje. En dan een beetje met je gezicht naar het beeld van, ik zit direct klaar, fucking swaggy. Was die beter? Ja, die vond ik top. Wil je nog een keer of is het goed? Nee. Hoi allemaal! Als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik het heel leuk vind om foto's te maken voor bijvoorbeeld Instagram. Ik vind het heel leuk om dan alles te laten passen bij mijn feed. Steeds meer mensen zijn tegenwoordig bezig met social media. Dat zien we nu ook terug in de zowel social media als de gewone media. Steeds meer mensen praten over de negatieve effecten van social media. Wij vroegen ons af wat voor effect social media heeft op de studenten en docenten van de Hogeschool van Amsterdam. Dus daar gaan we naar kijken. Wat voor social media heb je? Ik heb Instagram, ik heb Facebook. Ik weet niet of je Pinterest of social media ziet. Oh, je Snapchat heb ik trouwens ook. Facebook, Instagram, Snapchat. Ik heb officieel heb ik nog Twitter. Ik heb social media eigenlijk alleen maar om memes te delen. En weet je nog wat je laatste post was? Nee, geen idee. Jawel, ik weet trouwens nog wel wat mijn laatste post was. Ik had iets op Facebook gepost namelijk. En een vriend van mij die ook Wouter heet. Hij had erop gereageerd en ik had daarop gereageerd. En dat ging zo een hele tijd door. Dus in mijn Facebook feed stond alleen maar Wouter. Daar heb ik een screenshot van gemaakt. Ja, ik was wezen backpacken. Dus ik heb eigenlijk heel veel fotootjes gemaakt van mijn backpackreis. En heb ik dus op social media gegooid. Ja, weet je hoeveel die likes die foto's kregen? De laatste foto had volgens mij iets van 250 likes, zoiets. 20, 30 of zo. En vind je het belangrijk hoeveel likes je krijgt? Nou, bevestigt aan de ene kant wel hoe mooi de foto is. Dus maar ik lig er niet wakker van als ik minder likes heb. Dit gezicht me echt vrij weinig allemaal. Wat vind je er dan van dat de social media nu zo negatief in de aandacht komt? Oh, heel goed. Ik heb er een bepaalde talk nog over gezien. Ik heb er een aantal artikelen over voorbij zien komen. Social media werkt heel erg verslavend, omdat als je veel likes krijgt op een foto, dan maak je dopamine aan. Dat is in ieder geval de reden dat mensen echt met die likes aan het vissen zijn. Denk je dat social media je ongelukkig kan maken? Niet per definitie ongelukkig. Maar ik denk wel, soms dan moet je er eigenlijk wel even stil bij staan hoeveel tijd je eraan besteedt. En wat je daar eigenlijk in principe aan het doen bent. Als ik me dan realiseer hoe vaak ik eigenlijk in mijn mobiel kijk. En hoeveel minuten dan in totaal. Dan denk ik van, wat ben ik dan aan het doen? In die zin kan ik je best wel ongelukkig maken. Dat je eigenlijk realiseert dat je helemaal niks aan het doen bent. Ja, nou ja, ik door social media kom ik erachter dat er echt een hele hoop echt stomme mensen zijn in de wereld. En dat maakt mij best wel ongelukkig. Daar zal ik dan ook gewoon vooruit komen. Dat zijn echt een hele hoop stomme mensen. Als ik naar een leuk evenement ben geweest, dan vind ik het wel leuk om daar een foto van op internet te zetten. En dan vind ik het natuurlijk ook leuk als mensen de foto leuk vinden. Want als ik hem voor mezelf wilde houden, dan had ik hem ook gewoon op mijn harde schijf kunnen zetten. En mijn laatste post was op werk. Hey Amber, ik ben mezelf aan het interviewen. Amber komt er nu naast zitten, want dat doet ze graag. Naast mensen zitten die zichzelf aan het interviewen zijn. Ja, maar nou is mijn vraag aan jou. Social media komt best wel vaak slecht in het nieuws. Omdat mensen schijnen ongelukkig te worden van social media. Wat vind je daar zelf van? Ik word niet ongelukkig van social media. Dus het gaat in ieder geval niet over mij. Daar heb je mijn volgende vraag al gepakt. Sorry. Ik denk dat het meer te maken heeft dat die mensen het belangrijk vinden om leuk gevonden te worden. En op het moment dat je dan weinig likes krijgt. Je wilt heel graag leuk gevonden worden, maar je krijgt weinig likes. Ja, dan word je niet gelukkig, nee. Ik ben gewoon mezelf. Ik denk dat ik zelfs op het internet nog net iets voorzichtiger ben. Omdat misschien je toekomstige werkgever die kijkt. Of je toekomstige vriendinnetje die kijkt. En dan wil je niet dat je er heel slecht op staat. Wil je ook nog mee interviewen? Nou, dames en heren, welkom. Wanneer leeft iemand volgens jou voor de like? Je hebt ook mensen die dan echt speciaal dingen gaan doen. Zodat ze een foto kunnen maken en daar likes op kunnen krijgen. Dat gaat me dan een beetje te ver. Wordt dus nu gezegd dat social media mensen ongelukkig kan maken. Denk jij daar hetzelfde over? Als jij niet doorhebt dat ook nep kan zijn. Of dat het gewoon een momentopname is. En dat ze misschien een uur later thuis op de bank huilend, weet ik veel, ijs is te eten. Zoals ik, of nee. En mijn laatste post, dat was, wat was dat ook weer? Oh, het was een foto van een foto van toen ik naar Venetië ging. 69 likes, 4 comments in 4 uur. Ja, het is voor mijn doen wel een beetje slecht. Maar je wist wel direct te vertellen dat dit relatief slecht ging in vergelijking tot de anderen. Dus je bent toch wel stiekem bezig met de likes. Waarom is dit dan een lelijke foto? Dan ga ik huilen met ijs. Dus eigenlijk moeten mensen jouw foto's liken omdat je veganist bent en je geen ijs wil eten. Maar je gaat ijs eten als je foto niet geliked wordt. Ja. Nou, dit is dus de definitie van leven voor de like. Ik denk dat je uit deze video wel kan zien dat het effect van social media op studenten heel erg verschillend is. Op mij heeft het misschien wat meer effect dan op iemand als Wouter, die hier net naast me zat. Als je trouwens me wil volgen op Instagram, want ik vind het natuurlijk heel leuk, want ik krijg meer likes.
Dat staat onderin de beschrijving. Die van Ryan, die staat hier ook onderin. En als je deze video dan leuk vond, geef hem dan even een duimpje omhoog. Nou, dan kan je hier ergens klikken voor mijn laatste video, hier bovenin ergens. En dan aan de onderin kan je klikken voor Ryan's laatste video. En daarin stelt hij zich voor en kan je precies weten komen wie hij is. En graag zie ik jullie volgende keer weer terug. Doeg! Doei!